Vrienden, ik ben er even bij gaan zitten. Ja, dat moeten jullie ook doen. Want ik ga jullie even updaten over het Hazes gebeuren. Vorige keer, toen heb ik jullie verlaten met een indeling van hoe het zat. He, we hebben dus Roxanne, die noemen we de Rox. Die zit dus alleen, want die heeft ruzie met Rachel hier aan die kant. En André en Dreetje. Dus die vormden één blok daar. Ras en Dree. En dan hadden we in het midden hadden we een mandje. En dan hadden we ook nog een keer, over die vergeet ik te vertellen. Dus bij Ras en Dree hadden we ook Sarah 2. Ja, dat moet je even niet vergeten. Nou, goed. Dat is dus de opstelling. He, hebben we hem helemaal onder controle? Dus hier hebben we Ras 3 en Sarah 2. Hier hebben we Moontje. En dan hebben we daar Rox. En Rox heeft dus ruzie met Ras en 3 en noemen het allemaal maar op. Nou, goed. Maar er zijn hele nieuwe ontwikkelingen. Ja, ik moet jullie op de hoogte brengen. Ja, het is zelfs voor de echte liefhebber en voor de ware kenner is het soms niet meer te volgen. Maar goed, ik ga het toch weer proberen. Wat is er gebeurd? We hadden dus het Dreetje met die Sarah 2. Nou, die waren helemaal happy, maar die waren hier bij de pap. En die gingen op reis, geloof ik, ook nog. Hij schijnt haar zelfs ten huwelijk hebben gevraagd. Nou ja, goed, dat weten we dus allemaal niet. Maar goed, dat schijnt zo. En daarna ging hij nog eventjes leuk een weekendje naar Parijs met zijn Moontje. Ja, en kleine Dreetje. Nou, die gingen naar Parijs en toen kwam hij terug en toen ineens vond hij toch die Moontje weer leuk. Dus nu is onze Dreetje, die is weer terug naar Moontje. Ja, en Sarah 2 is dus weer, die kan dus weer een streepje krijgen. En toen is de Ras, kennelijk zo boos geworden, ja. En die heeft gezegd, en die wil ik niks meer met onze Dreetje te maken hebben. Als je zo raar doet, weet je wel. Want, je bent met Sarah 2 en toen ging je weer terug naar Moontje. En goed. En zo zitten we nu. Dus ik moet jullie er even voor waarschuwen. We hebben dus een gehele nieuwe indeling in de opstelling. Ja, dus schrijf nou even mee weer. Want anders gaan jullie achterlopen in het Hazes gebeuren. En dat zou heel vervelend zijn. Goed, dus daar gaan we dan. We hebben dus aan één kant nu Ras. En dat is dus nu helemaal Ras alleen. Want Sarah 2 is daar weg. Ja, die vond ze ook zo leuk, hè? Zolang ze geen Moontje heten. Dat vindt Ras iedereen leuk. Maar goed, die Sarah 2 is dus weg. Dus Ras is hier alleen. Want Dreetje, ja, daar hebben ze nu al bonje mee. Dreetje zit nu in de middenkolom. Ja, want die is dus nu bij Moontje weer. En de kleine Dreetje. En dan hebben we dus aan de andere kant, want dat blijft gewoon overeind, onze Rox. De enige Hazes die nog een beetje normaal doet. Die zit daar alleen. Ja, want die heeft natuurlijk nog steeds ruzie met Dree, die nu bij Moontje zit. En onze Ras, die nu alleen zit. Ja, nou, hebben we hem helemaal. Is het plaatje helemaal rond, jongens? Zijn we helemaal bij? Haha, wat een heerlijke dag.